Brabantser kan het denk ik niet worden. Echt boerenbond op tafel. Kan ook niet anders, want we gaan praten over picknick met een klik. Met jouw initiatiefneemster, Rachel van der Greef. Dank je wel, wat galant. Koen van de Wetering, jij bent deelnemer geweest. We beginnen met jou, Rachel. Picknick met een klik. Ja, het bekt ontzettend lekker. Het zal ook goed smaken. Maar waarom doe je dat en hoe ben je dat begonnen? Nou, 3 jaar geleden begon ik als startende ondernemer aan mijn droom support met een klik. Waar ik events wilde organiseren voor bedrijven waar oprechte klik weer het thema zal worden. Toen dacht ik, oké, ik ben een startende ondernemer, maar ik heb veel vragen. Ik was bij de Kamer van Koophandel geweest, ik ben bij een Rabobank voor adviesgesprekken geweest, bij een gemeente voor antwoorden. Maar die kreeg je niet? Eigenlijk kon ik niet vinden wat ik zocht. Aha. Toen dacht ik, hoe kan ik mijn antwoorden vinden die ik nodig heb? Ja. Ik denk, als ik nou met een inspirerend iemand aan het tafel kan komen zitten, die het eigenlijk al helemaal gemaakt heeft. Dus eigenlijk een ondernemer die dat tracé al bewandeld heeft. Ja, een mentor, inderdaad. Ja. Ik denk, ja, dan zou dat natuurlijk hartstikke fantastisch zijn. Nou, ik geloof inderdaad niet in toeval. Die dus ben je tegengekomen, die ben ik tegen, en dat was? Bob Hutte, die adviseerde mij na een 3-tal gesprekken. Waarom ga je niet je eigen event organiseren? Want er zijn zoveel eventbureaus. Toen dacht ik, oké. En ik weet nog dat ik de deur uitstap, ik trek de deur dicht en er kwam een visioen voorbij. Ik denk, ik weet wat het event gaat worden. Een topondernemer die belangeloos startende ondernemers helpt. Ik denk, ja, dat wordt mijn doel. En toen bedacht je picknick met een klik. Koen, jij bent een van de eerste deelnemers. Hoe kwam jij in aanraking met picknick met een klik? Ik had de vorige deelnemer, die was er razend enthousiast over. Dat was namelijk de 2e editie. En hij zei van, ja, ik heb er echt iets aan gehad. Dus ik denk, ik weet wie Rachel is. Ik had er al een paar keer over verteld. En ik meteen gebeld en gesprek gehad of het ook echt iets voor mij is. En, ja, want wat is jouw achtergrond? Mijn achtergrond is, ik heb international business gestudeerd. En toen was je klaar met je studie? Nee, ik was al een tijdje bezig met ondernemen. Ik was denk ik ongeveer 1,5 jaar bezig met het ontwikkelen van campagne-apps. Maar ik zag wel dat er nog wel zaken zijn die beter kunnen. En ook gewoon dat ik behoefte had aan mensen die al meer ervaring hebben. Want je bent startende ondernemer en je doet eigenlijk alles op eigen gevoel. Dan kom je bij picknick met een klik. Je hebt een mentor toegewezen gekregen. Een mentor noemen jullie dat? Een inspirator. Ja. Ja. En wie was jouw inspirator? Bob van Oosteruit. Van daar Triple moet je Double. Ook een klik mee hebben, hè? Ja, meteen. Maar dat, het is niet zo van, oké, je krijgt zomaar je inspirator toegewezen. Je gaat met alle inspirators die aanwezig zijn, ga je speeddaten om te vertellen over wat je doet. En je verhaal en eigenlijk meteen je ondernemersvraag naar voren te brengen. Dan krijg je dan meteen een heel duidelijk een helder antwoord op. Wat was jouw specifieke ondernemersvraag? Het was meer eigenlijk meer tijd voor ondernemen creëren in plaats van alleen maar bezig zijn voor die klanten. En daar heb ik een hele duidelijk antwoord op gekregen. Is er ook iets uitgerold, iets concreets? We ontwikkelen inderdaad campagne-apps voor Fatboy. We zijn druk bezig met GTST en met Animal, om ook nog meerdere scripting-shows. Had jij dat kunnen dromen, Rachel? Dat iemand naar zo'n sessie gewoon in staat is tot zulke grote stappen en ontwikkelingen? Ja, ik zie het bij mezelf en ik denk als er net zo'n gepassioneerde ondernemers in de picknick komen als dat ik zelf ben en alle mensen worden ook geselecteerd op hun passie, op hun doorzettingsvermogen, dan kunnen daar echt parels tussen zitten en een parel zit er ertussen. Ja. Die topondernemers, die moet je ook maar voor je karretje spannen. Hoe doe je dat? Want je hebt hoeveel nodig? Elke editie, en we doen er 1 per jaar, dan hebben we 6 inspirators nodig die hun kennis en kunde belangeloos delen met startende ondernemers. Wie hebben we aankomend jaar, zodat iedereen meteen kan gaan inschrijven? Ja, George Wanken van Detrom. Aad Auborg van de Auborg Groep, Princess voormalig. We hebben Mieke van Deurzen van Shubi Lakeside. Ja, allemaal niet de minste, hè? Nee. Nou, zie je er heel charmant uit, maar hoe trek je ze echt naar binnen? Nou, ik ga meestal op stap met mijn picknickmand en met mijn bagage ik. En met mijn, ik heb gewoon een droom en een passie en ik kan het overbrengen, want het is, ik geloof er zo sterk in. En ik denk als je je droom kunt overbrengen, dat iedereen wil helpen. Jullie zijn ook echt van de generatie van het nieuwe ondernemen, ook heel erg de WeConomy en zo. Wat is de meerwaarde van deze nieuwe economie? Het grote voordeel is dat iedereen eigenlijk op hetzelfde niveau staat. Iedereen is eigenlijk verantwoordelijk voor zijn kunnen en zijn doen. En doordat je niet tegen elkaar opkijkt, heb je ook een veel fijnere samenwerking. Uiteindelijk heeft het ervoor gezorgd dat we nu een kantoor hebben van 21 werkplekken in de ideefabriek. Dan zie je eigenlijk hoe snel je dan kan groeien. En als je dat alleen zou moeten doen, dan
blijf je de komende 5 jaar gewoon alleen op je kantoor zitten. En dan groei je ook niet. Fantastisch. Rachel, voor jou het laatste woord. Wat wil jij Brabant vanuit deze nieuwe manier van denken, nieuwe manier van ondernemen meegeven? Als je het lef hebt om te geven zonder verwachtingen, dan ga je sky high. Mag ik jullie bedanken. Ik weet zeker tot een volgende keer. En ongelooflijk veel succes, allebei. Dankjewel. Dankjewel.